We hebben Tedesco laten vallen. Hè? Mm-hmm. De selectie van de Rode Duivels. Vermeeren is er nu toch bij, maar hij was er niet bij. Nee. Hè? Konden jullie dat begrijpen? Hij is erbij wegens afzeggingen nu. Sven, jij als kenner van de rol? Nee, ik kan dat niet begrijpen. Nee. Die moet er altijd bij zijn. Ja. Want? Ja, want dat is een uitzonderlijke speler. Die op dit moment, denk ik, een van de betere van onze competities, die altijd speelt, die dit weekend nog maar eens getoond heeft dat hij ontzettend goed is. En ja, dat is ook een type die dat je eigenlijk niet echt hebt in bij de nationale ploeg. Dus voor mij had hij er altijd moeten bij zijn. Nou, ik had hem ook wel verwacht in de plaats van Tielemans. Ook omdat hij in de Champions League ook al bewijst. Ja. Het was gewoon een kwestie van tijd. Ik kan je voorstellen dat deze jongen vorig jaar met U18 speelde met mij in Spanje. Een jaar geleden. En dan vertel je daar, jongens, het kan snel gaan. Nog geen jaar later. Dus dat dan, voor mij was dat een kwestie van tijd. Maar ja, de bondscoach heeft wel gezegd waarom dat hij in het begin voor iemand anders gekozen. Dat vind ik wel straf dat je dat gewoon zegt waarom. Nou, die uitleg kunnen we even horen. Dat is inderdaad wel interessant, want dat is een soort wel breuk met het verleden. Hij is heel, heel direct, als je hem een vraag stelt, antwoordt hij wel waarom hij een bepaalde keuze heeft gemaakt. Duidelijk. Hè? Dus hij ging daar even dieper op in. You need guys that can compete on that level physically, you know. And dropping balls in fights. And Arthur is ready for it. But I think that Mandela, in this point of view, is one step more. At least what I saw. You know? I can also be wrong. I'm not, the guy that's always making right decisions. This is our feeling, the feeling of me, of my staff, of the scouts, for this specific games. Heeft het te maken met die andere manier van verdedigen, wat we net ook over jou zeiden, meer dingen zien? Hij verdedigt puur op verstand ook, hè, Vermeer. Nou, hij loopt situaties dicht. Ja, hij loopt inderdaad situaties dicht, maar in duel is hij echt wel niet onderschat. Nee, nee. Ik denk dat we 2 weken geleden tegen Antwerpen hebben gespeeld. Hij liep bijna alles dicht. Ik vind ook dat Keita het fantastisch doet en dat hij ook zijn kans zeker verdient. Ja, want het moet niet of zijn, toch? Nee, vind ik ook niet. Nee. Maar vind jij als speler dat als je tegen die jongen nu speelt op die leeftijd, dat je voelt ook, die is uitzonderlijk? Ja, vind ik wel, ja. In niet alleen in zijn lopen, in zijn duels, maar ook in zijn beslissing dat hij al neemt voor die leeftijd? Ja, absoluut. De manier hoe dat hij kijkt, dat hij rondom zich kijkt, is voor mij wel echt iemand. Hij heeft wat mij betreft ook de twee in balbezit en niet in balbezit. Ja, maar daar is ze beiden heel, heel sterk. Jullie krijgen vooraf, denk een bepaalde videoanalyse van tegenstander. Ja. Die van hem, die is die vrij was, redelijk uitgebreid. Ja. En duidelijk. Ja, ja, absoluut. Ja. En dat kwam ook nog eens uit. Ja, klopt. We hadden toen wel verwacht dat Keita ook ging spelen. Ja. Die speelde dan niet. Maar ja, ik denk dat hij al in elke wedstrijd gewoon een van de betere was van Antwerpen. Dus dat is echt genoeg. Hè. Nul Interlands, Sven. Zit dat ergens in je hoofd? Of? Ja, dat is wel een gemis. Ja. Ja, absoluut. Je was er 1 keer in principe bij, maar toen waren er de aanslagen, denk ik. Ik was er 2 keer bij. 1 keer heb ik niet gespeeld. En de 2e keer waren het inderdaad de aanslagen. Ja. En als je nu op terugkijkt, en zeg je dan, durf je dan zeggen van ik had ook... Ja. Als ik zie wie er wel allemaal... Of wat had je kunnen bijbrengen? Dat weet ik niet. Dat is niet aan mij. Maar ik denk wel dat ik het een gemis vind. Maar alleen moet je wel kijken naar de ploeg die er toen was. Op mijn positie. Dat was enorme concurrentie. Hè. Dus ik ben heel blij dat ik erbij ben geweest. Alleen had ik gehoopt op toch tenminste 1 keer te mogen spelen. Want misschien word je ook wel... Dat gevoel heb ik bij Vermeeren ook. Met hoe betere voetballers hij rond zich speelt, wordt hij beter. Ja. En ik denk dat dat voor jou ook zou gelden. Maar dat is bij iedereen zo. Ja, nee. Ja, maar hij heeft wel de kwaliteit om onmiddellijk mee te draaien. Ook als het sneller zou gaan, als het eventueel fysieker zou gaan. Het feit zich aanpassen, ik denk dat dat voor hem geen probleem is. Omdat hij gewoon uitzonderlijk goed is. Hij is sneller dan dat je zou denken. Ook snel in het uitvoeren.
van de acties. Snel in het terugschakelen, in het onderscheppen, in dichtlopen, niet alleen centraal, maar ook op de zijkanten. Ja, overal. Zich aanbieden in de ruimte die er valt op het middenveld, in de rug van degene die komen druk zetten. Mm. Dat heb ik ook al vaak gezien, dat hij dan in die ruimte gaat. Is het dan Alderweireld? Of iemand wegtrekt. Ja, dus, het is echt wel een hele... Straffen is op zijn leeftijd dat hij al die wedstrijden speelt. Zonder probleem. Iedereen vindt dat normaal, hè? Hij is 18 jaar geworden. Ja, speelt alle wedstrijden bijna altijd 90 minuten. Misschien komen de problemen pas als je... Maar ik denk dat hij gewoon een fantastisch gestel heeft. En ook de recup. Als je jonger bent, gaat het nog allemaal iets sneller. Maar als ik zie de opeenstapeling van wedstrijden, ook op dat niveau, dat dat voor hem... Ja, dat is waar. Hopelijk. Ja. Gaan we hem zien? Oostenrijk, België, Zweden? Dat denk ik... ik hoop het, ik zal het zo zeggen. Ik denk dat zou willen zeggen dat we... Dat gaan we plaatsen. Hè? Ja. Ja, ik denk, dat wou ik ook zeggen, als we geplaatst zijn na de eerste match, zien we hem zeker in de tweede. En dan moet het ook, hè? Ja, dan moet het. Ja. Ja. Dan moet het zeker. Anders gaan we Tedesco zeggen dat hij een foutje heeft. Een vele. Ja, ik heb hem tot daar straks juist voor gezegd. Maar hij heeft, ergens is het toch nog altijd zo dat Tedesco ook nog altijd... Die wedstrijd tegen Duitsland, hè, dat is toch een enorme garantie die hij nog altijd meesleept. Heb je niet dat gevoel? Maar dat was een heel goede. Die was zo goed. Ja, en Duitsland ook. Vooral de FC Zin, Japan daar ook. Maar Japan is ook goed. Flip, ja. De tweede maar helft toch zit dat in onze ogen. Nee, maar ik vind dat Tedesco het heel erg goed doet. En over selecties... discuteren we nu, dat was 30 jaar geleden. Binnen 30 jaar gaat dat nog zo zijn. Bij elke selectie is het, waarom die niet? Dus, maar Vermeeren is wel iets unieks. Ja, daar zijn we het over eens. Ja. Nee, maar die gaat ook 100 interland spelen, Filip. Als die jongen gevrijwaard blijft van blessures. Ja, zo simpel is het. Ook, ja. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.